In dit filmpje bespreken we leerstofonderdeel G24, de volgorde van de bewerkingen in Z. In leerstofonderdeel G17 hebben we reeds de volgorde van de bewerkingen geleerd. We gaan eventjes ons geheugen opfrissen. Hoe ging het stappenplan weer al? Als je een oefening hebt met haakjes, dan moet je eerst de bewerkingen tussen de haakjes uitvoeren. Maar let op! Ook binnen de haakjes moet je de volgorde van de bewerkingen respecteren. We passen dit toe op ons voorbeeldje. Er staat binnen de haakjes 100 min 28 gedeeld door 7. De teling heeft voorrang op de aftrekking. Dus we moeten eerst 28 gedeeld door 7 uitrekenen. Dat onderstrepen we. Ik schrijf de oefening over en ik vervang 28 gedeeld door 7 door het quotient 4. In een volgende stap ga ik het haakje verder uitrekenen, 100 min 4. Ik schrijf de oefening over, maar ik vervang 100 min 4 door het verschil 96. Zo, nu zijn de bewerkingen tussen de haakjes uitgevoerd. Stap 2 in ons stappenplan zegt dan dat we de vermenigvuldigingen en de delingen moeten uitvoeren van links naar rechts. In ons voorbeeldje hebben we maar één vermenigvuldiging. Min 10 maal min 4. Die rekenen we uit en dat geeft 40 min 96. Alle vermenigvuldigingen en delingen zijn uitgevoerd. Dit leidt ons tot stap 3. We moeten de som berekenen op een handige manier. 40 min 96 is min 56. De volgorde van bewerkingen wordt nu uitgebreid met de twee nieuwe bewerkingen die we onlangs geleerd hebben, de machtsverheffing en de vierkantswortel. Waar horen die thuis in het rijtje? Bij de volgorde van bewerkingen blijft nog steeds gelden dat haakjes alle voorrang krijgen. Dus in een oefening met haakjes worden eerst de bewerkingen tussen de haakjes uitgewerkt. Maar let op, zowel binnen als buiten de haakjes moeten we rekening houden met de volgorde van bewerkingen. Die zegt dat de machten en of de vierkantswortels van links naar rechts altijd eerst moeten uitgevoerd worden. Daarna komen de vermenigvuldigingen en of de delingen ook van links naar rechts. En tenslotte eindigen we bij de optelling en de aftrekkingen ook van links naar rechts of we kunnen ze ook handig uitrekenen. We passen deze rekenregel nu toe op ons voorbeeldje. In onze oefening staat er een bewerking tussen haakjes. Beter gezegd, er staan twee bewerkingen tussen de haakjes. Er staat 24 min 5 tot de tweede macht. De volgorde van bewerkingen geeft aan dat de machten altijd voorrang hebben op de aftrekking. Dus we gaan eerst 5 tot de tweede macht moeten berekenen en dat onderstrepen we alvast. Ik schrijf dus de hele oefening over tot ik aan het onderstreepte kom en dat reken ik uit. 5 tot de tweede macht is 25. In een volgende stap probeer ik het haakje nog verder uit te rekenen. Ik onderstreep dus 24 min 25. Ik schrijf de oefening alvast over tot ik aan het haakje kom. Ik reken het haakje uit, 24 min 25 is min 1. Let op, min 1 schrijf ik nog steeds tussen haakjes, want je mag nooit twee tekens na elkaar krijgen zonder haakjes. Zo, nu zijn de bewerkingen tussen de haakjes uitgevoerd. Stap 2 zegt dan dat we de machten en of de vierkantswortels moeten uitrekenen. In deze oefening staat zowel een vierkantswortel als een macht. Die kunnen we gelijktijdig uitrekenen, dat spaart ons een beetje schrijfwerk. Ik schrijf dus de oefening alvast over. 5 maal 6 min. Ik reken de vierkantswortel van 25 uit, die is 5. Plus de tweede macht van min 4 is 16. En ik schrijf natuurlijk de rest van de oefening, min haakje min 1, ook nog netjes over. Zo, de machten en vierkantswortels zijn uitgerekend. Nu kom ik bij stap 3, de vermenigvuldigingen en de delingen van links naar rechts. In onze oefening staat alleen maar een vermenigvuldiging, 5 maal 6.
Die reken ik nu uit. 5 maal 6 is 30. En de rest van de oefening schrijf ik gewoon over. Min 5 plus 6, 10. Maar min haakje min mag ik ook vervangen door één enkel teken plus. Dus ik schrijf in plaats van min haakje min 1 plus 1. Zo kom ik bij stap 4, de optellingen en de aftrekkingen handig uitrekenen. Hoe pak ik dat aan? Ik neem alle positieve termen samen. 30, 16 en 1. Samen is dat 47. Min 5 geeft als uitkomst 42. En de oefening is klaar. Er bestaan heel wat zinnetjes om de volgorde van bewerkingen te onthouden. Wij kiezen meestal voor het zinnetje: hij moet vandaag vlug deze oefening afwerken. Elke eerste letter staat voor een bewerking. De H verwijst naar de bewerking tussen de haakjes. Maar let op, ook binnen de haakjes moet je rekening houden met de volgorde van de bewerkingen. De M en de V staan dan voor de machten en de vierkantswortels van links naar rechts. De volgende V en de D verwijzen naar de vermenigvuldigingen en delingen van links naar rechts. De O en de A tenslotte verwijzen naar de optellingen en de aftrekkingen die we ofwel van links naar rechts uitwerken of ook op een handige manier kunnen uitrekenen. Nu jongens en meisjes, er bestaan tal van zinnetjes om de volgorde van de bewerkingen te onthouden. Hier is er nog een leuk. Het muisje valt van de olifant af. Of deze hier. Hoera, mijn vlugge vader doet onze afwas. Het maakt niet uit welk zinnetje jullie leuk vinden. De bedoeling is dat het zinnetje jullie helpt om de volgorde van de bewerkingen correct toe te passen. Veel succes!